In de vorige video kon je zien hoe ik mijn wens om wereldkampioenschap met de bankzitters, met Chili, had uitgesproken. En dat had ik gedaan omdat ik dacht dat Chili onze hulp wel kon gebruiken. En omdat het Nederlands elftal wereldkampioen zou worden, dus ons niet nodig had. Heb ik twee fouten gemaakt. Fout 1. Het Nederlands elftal had ons wel nodig. Chili had ons niet nodig. Het Nederlands elftal had ons nodig. Fout 2. Sinds dit jaar zit Chili niet op FIFA. Dus er was echt nul kans. Het was niet mogelijk om bondscoach te worden van Chili. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alle bankzitters getransfereerd naar een Duitse voetbalclub die net over de grens zit. SV Meppen. En we zijn Nederlands. Wij zijn Nederlands. De bankzitters zijn Nederlanders. En we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan proberen wereldkampioen te worden met Nederland, met de bankzitters. Vorig jaar had ik volgens mij dit gedaan, maar dan ging het vooral om gewoon het beste team worden, Champions League. En nu wereldkampioen. SV Meppen, een Duitse club uit de derde Bundesliga, net over de grens met Nederland. Dus dat leek me een gepaste club om de ladders van de Bundesliga te beklimmen. En ondertussen beter te worden en te zorgen dat wij dus opgenomen worden voor het Nederlands elftal. Dat wij bondscoach worden van het Nederlands elftal. Dat wij onze eigen jongens kunnen selecteren. En dus op die manier dan gaan proberen wereldkampioen te worden. Ik denk dat het leuk wordt. Ik hoop dat jij het leuk vindt. Blauw duimpje top zijn. De vorige aflevering was ook wel leuk. Alleen niet meer relevant. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik heb alle trainingen al gedaan. We zijn nog niet begonnen met de Bundesliga. De derde Bundesliga. Daarvoor heb ik gewacht. Alleen heb ik tot mijn schrik een blessure. En ik ben het zelf. Ik ben uitgevallen voordat de competitie is begonnen. Ik heb een gescheurde dijbeenspier. En dat duurt 2 maanden voordat ik fit ben. Het eerste wat ik moet doen is even iedereen zijn contract verlengen. En kijken of er geen afkoopclausules zijn hier bij SV Meppen. Nee. Niemand van ons heeft een afkoopclausule. Wel een aantal met een aflopend contract. Maar dat is dus helemaal niet zo heel erg. Daar heb ik nog alle tijd voor. Het is nu ten opzichte van de vorige keer belangrijker dat ons team heel goed is. In de vorige kweermode, die dus uiteindelijk niet doorgaat, moesten we vooral heel veel spelers van Chili scouten. Omdat wij alle spelers van Chili in ons team moesten hebben om ze beter te maken. Nu hoeft dat niet, want Nederland heeft natuurlijk al hele goede spelers. We kunnen dus daarmee ook een speler van de jeugdafdeling halen. En dat is deze David Sommer, die op rechtsmidden, linksmidden een 10 kan. En hij is best wel getalenteerd. Hij is 1,95. Maar hij heeft 50 fysiek. Huh? Hij is 1,95. 55 kilo. Dat is niet goed hoor, jongen. Ik ga even zijn BMI berekenen. Goed dat je onderzoekt of je een gezond gewicht hebt. Je zit nu ver onder een gezond gewicht. Oké, jongen, we gaan je aannemen, maar je moet wel beloven dat je wat meer gaat eten. Wat sowieso belangrijk is, is het scouten van spelers. We hebben nu een scout van 1 ster, 1 ster. Tenminste, dat, ja, precies, dat is altijd zo. We hebben al 1 van onze spelers verkocht. We hebben dus genoeg budget voor Jonathan Karner of Leonard Fischer. Dan nemen we Jonathan Afkarner. En die gaan wij gewoon, weet je wat? Het kan geen kwaad om hem gewoon naar Nederland te sturen. Als er een goed Nederlands talent bij zit, ja, dan kan hij misschien de bankzitters joinen in hun avontuur, in hun carrière. Dus waarom ook niet? Verder moet ik ook bij alle jongens even een ontwikkelingsplan toevoegen. Milos en Stad zijn gewoon allemaal heel gebalanceerd. En hiermee gaat hij snel omhoog. Dit zijn mijn plannen. En ik ben dus geblesseerd, maar blijkbaar kan ik wel gewoon nog trainen. Dus dat is fijn. Koen is een verdedigende middenvelder met best wel Aaron stats, behalve schieten. Dat kan hij niet. En bij hem maakt het niet uit wat ik train. Dat duurt gewoon 15 weken. Gebalanceerd 20, dus misschien laat ik hem gewoon op gebalanceerd voor het begin. Dan hebben we Matty als volgende bankzitter. De rest doe ik allemaal zo wel, zonder het aan jullie te vertellen. Bij hem duurt het allemaal 16 weken. Ik denk dat ik bij hem als eerst zijn stamina omhoog haal, zodat hij wat meer kan spelen. En zijn zelfbeheersing, want dat heeft Matty niet zoveel. Dus 50 is te weinig. En dan hebben we Rob. Ik weet niet wat er fout is gegaan bij ons Rob, maar die is niet zo snel. Dus die moet ik even sneller maken. Oh, iedereen heeft gewoon zelfbeheersing 50 gekregen. Oké. Ja, Rob moet sneller worden, man. Ik heb een aantal spelers op de transferlijst gezet. Dat is helemaal prima. Ik ben dus geblesseerd. De rest van het team speelt. De training heb ik allemaal gedaan, zoals ik net zei. Het enige wat wij nu moeten doen is wat spelers verkopen. Kijken of we misschien al een Nederlands talent kunnen halen. En dan beginnen met het seizoen dat we nu doen. Persconferentie. Sjoerd van de bankzitters video's. Zag ik in de comments heel vaak terug onder de vorige video dat jullie hem daarvoor op vonden lijken. En zoals altijd is het van groot belang om niet te veel te verliezen. Zodat wij niet ontslagen worden en we een goed seizoen hebben. We spelen gelijk. Dat is helemaal niet heel slecht. Tweede wedstrijd ook gelijk. Maar weer een blessure. 3 maanden weer. Wie is dit? Onze CVM en die hebben we niet. We hebben geen reserve centrale verdedigende middenvelder. We krijgen ook al transferbiedingen binnen voor onze bankzitters. Ze zijn allemaal rond de 2 miljoen waard. En Sommer, die steelt de show. Die is 3,6 miljoen waard. Maar ja, die hebben we ook gewoon hard nodig, denk ik, de komende periode. Ik ga eventjes wat dagen simuleren. Aan het begin gaat het altijd zo stroef. Misschien omdat spelers voor moeten vinden en dat tegenstanders daar geen last van hebben. Maar we hebben nu 4 wedstrijden gespeeld en we hebben nog geen 1 wedstrijd gewonnen. We hebben een wedstrijd gewonnen. Scoutverslag in Nederland. Zit er iets tussen? Ik denk het niet, want zoveel geluk heb je niet altijd aan het begin. Nee. En ook voor Matty is een aanbod binnengekomen. En dat betekent dat iedereen, behalve ikzelf, want ik ben geblesseerd, een aanbieding heeft gehad. Oké. Moreel zakt al iets, omdat we
ja, blijkbaar gewoon niet veel winnen. Misschien moet ik alle trainingsdagen echt zelf handmatig simuleren, zodat het mareel een beetje omhoog kruipt. Nee, ik ben omlaag. 60 ben ik nu. Ik ben omlaag gegaan. I know. Hier ga ik nooit meer op de boven komen. Skippen de transfer deadline aan de dag. We doen een maandje. Kijken of ik dan weer kan spelen of niet. Want tot die tijd heb ik er geen zin in. Ik ben terug van mijn blessure. Dus ik kan weer spelen, maar heel fit zou ik niet zijn. En zoals ik net al liet zien, ik ben omlaag. Dus dat is echt helemaal kut. Ik bedoel vervelend. Dat is vervelend. Daar gaan we. Ik kan eindelijk weer spelen. Het enige probleem is dus dat ik gezakt ben. Dat ik nu de vijfde verdediger ben van het team. En mijn scherpte is helemaal weg, maar ik ga mezelf gaan opstellen. Boeit me niet of ik verlies of niet. Anders, ik had het met een van de andere jongens ook gedaan. Dat is echt niet omdat ik het zelf ben. Maar anders kom ik er nooit meer in. We verliezen. Scout update. Ja, ja. 2,5 miljoen. Patrick Peters. Wie kent hem niet? En er zit er nog eentje bij. Ja, Thijs de Vries. 2,7 miljoen. Uiteraard. Wat is dit voor? Dit is één maand. Hoe kan ik in één maand twee spelers hebben met zulke statistieken? Hij is een centrale middenvelder. Ah. En een rechtsbuiten. Hij is niet snel genoeg. En we spelen altijd met drie. Hmm. Hij is wel hoog rated, maar dat is alleen omdat hij hoge dribbeling heeft. Voor de rest heeft hij best wel echt gewoon een slechte stats. En die Peters is allemaal leuk en aardig. Maar die kan allemaal niet verdedigen. Maar daar kunnen we misschien nog wel wat van maken. Die gaat in ieder geval wel naar het team. Boom. En dan gaan we weer met mij in de basis. Ik ben 61. Ik ben omhoog. En we spelen gelijk. Geen hele goede periode gehad in december 2022. Hé, dat is het nu als ik dit opneem. we zijn iets gedaald met onze manager rating. Hoe staan we ervoor? We staan 14e, dat is ook niet zo goed. Dat komt echt door die laatste maand. En hoe staat het team ervoor? Kijk eens aan. Ontevreden allemaal. Maar onze scherpte is goed. Dus dat betekent dat als wij het laten simuleren door de computer, dat wij in ieder geval wel spelen. Wie speelt er nog meer? Ik denk dat hij op linksachter speelt. En ja, voor de rest, ja, het gaat niet zo goed. Maar goed, ja. Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt gewoon een slecht team. Misschien kan er nog een potentieel toppertje tussen de scoutverslagen zitten om ons een beetje op te vrolijken. Dit bijvoorbeeld Kelvin de Leeuw. 1,7 miljoen. Dank u wel. En dat is een centerback. Kijk eens. Ik denk dat hij beter is als verdedigende middenvelder, want hij kan best wel een beetje dribbelen en pasen. Boom, daar zijn we weer. We hebben gelijk gespeeld. We zijn niet ontslagen. Dat is gunstig. Ik heb wel een duimpje omlaag. Het team stand 8e. Kijk eens. Dat is iets omhoog gegaan. We waren best wel het punt af van promotie. Dat was namelijk 68 punten voor directe, 67 voor een play-off. Dus daar zitten we nog lang niet op. Hoe gaat het met het team? Kijk eens. Koen had niet gespeeld de laatste wedstrijd. Hij blijft achter ook op de rest. Want ik ben nu 64, Milo 65, Matty 64 en Rob 66. Sommer 71. Er zitten nog andere spelers bij. Ja, Peters die is iets omhoog, maar die speelt weinig. Dus die is niet tevreden. En De Vries, die speelt ook niet. En De Leeuw speelt ook niet. Daar moeten we iets aan gaan doen. Milo heeft 30 wedstrijden gekiept. Ik denk dat de keeper die wij verkocht hebben ook een aantal wedstrijden had gekiept. Ik heb uiteindelijk 21 wedstrijden gespeeld. Dat is niet het maximale. Koen maar 13 wedstrijden. En dat zijn de wedstrijden die ik dan heb gesimuleerd. Matty ook maar 16 wedstrijden. En Robby die heeft er dan heel veel, denk ik. Daarom is hij zo gegroeid. Ja, 31. En hij heeft maar 6 keer gescoord. Sommer 14 doelpunten. Ja, vind je het gek dat wij zo laag eindigen op het moment dat wij gewoon niet scoren? Ik niet. We hebben zoveel spelers nu dat ze gewoon op een gegeven moment niet meer tevreden zijn. Ik ga maar gewoon spelers verkopen. En dan gaan wij door naar het volgende seizoen. Ons tweede seizoen in de derde Bundesliga. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Ik moet eventjes wat doelstellingen halen. Salarisverhogingen. Zou in principe moeten lukken. Promoveren. Ik hoop het ook. Dit moet ook lukken. Ja, ja dat zijn niet hele moeilijke doelstellingen. Alleen hebben wij een team dat goed genoeg is om de derde Bundesliga uit te komen. Als je het zo ziet, denk je van wel natuurlijk. De eerste wedstrijd van het seizoen. Kom op, boys. Kom op. Dit wordt ons jaar. Straks, na de eerste wedstrijd van het jaar. Dan wordt het ons jaar. Dit is Nigel Thomas. En hij speelt bij Pacos de Ferreira. En op zijn foto op FIFA heeft hij ook een shirt aan van Pacos de Ferreira. Maar ik heb nog nooit van hem gehoord. Maar dit wordt onze eerste grote uitgave. Hebben we het nodig? Nee, niet echt. Maar toch. Je moet wat met je geld. De club wilde hem ook niet verkopen. Dus we hebben zijn afkoopclausule betaald. En daardoor is het waarschijnlijk niet een hele goede transfer volgens de game. Maar ik ken hem niet. En ik geloof wel in hem. Dus welkom. Alleen denk ik dus dat op het moment dat dit zo blijft gebeuren. Dat ja, niemand bij ons gaat spelen. We winnen alles. We zijn echt goed in vorm. En ik hoef niks meer te verkopen. We hebben het team wat geleegd. Dus ik ga naar begin januari 2023. Nee, 2024 al. Zo snel gaat het. We winnen toch alles. Ja, kijk, weet je.
boem. Ah, godverdomme. Kutzooi. Ik zit niet op te letten en ik verleng met het salaris dat hij wil. En nu heb ik alsnog geen verlenging. En nu gaat die raad dus weg. Nou, stik erin. Wij staan derde. Oh, maar wel 1 punt achter de nummer 1. Oké, we hebben eigenlijk niks nodig. We gaan ook niks verkopen. Het team groeit gestaag door. Sommer, ons gescouten talent, is 75 al. Hey, Thomas is omhoog. Wat goed zeg. Matty die is ontevreden. Waarom? Weet ik niet precies. Waarschijnlijk omdat hij niet veel speelt, omdat de Vries alles speelt. Ja, ik heb dus spelers gemaakt met goede stats. 17 jaar oud. En nu heb ik spelers gescout die nog beter zijn dan de spelers die ik heb gemaakt. De bankzitters. Dat is best wel een probleem. Kijk eens aan. Rob heeft een aanbieding gekregen van PSG. Nee, tuurlijk niet. Opbokken. Oké, we gaan niks meer verkopen. We staan er goed voor, maar ook weer niet. Want we zijn nog wel inconsistent. Maar tweede is gewoon goed ervoor staan. En meer kan ik niet doen. Meer heb ik niet in mijn macht, jongens. Piemer de bammer de boom. Eind mei. Of begin mei. Laatste wedstrijd. De laatste wedstrijd hebben we verloren. Oh jee. Maar ik zie... Oh, wacht. Er stond wel een uitbeker. Oh, nee. Zijn we dan derde geworden? Meen je niet. Hey, poes. Zijn we derde geworden? Op 1 punt zijn we derde geworden. Oh, serieus. Oké. Nou, dan simuleer ik dit gewoon. Wat zonde. Op 1 punt. Ah. En dan moet je tegen een team uit de tweede Bundesliga. Dat is gewoon een goed team. Het is een heel spannend moment dit. We moeten tegen... Nee. Oh, 1-4 gewonnen. En 2-1 gewonnen. Oké. We zijn gepromoveerd. Let's go. Koen en Mats zijn heel ontevreden. Dat is niet best, man. Koen is wel veel gegroeid. Dat is wel echt chill. Maar je hebt hier Peters en de Vries. Die zijn 72 en 72. En die spelen gewoon boven Matty en boven Koen. Milo heeft 40 wedstrijden gekiept. Alle wedstrijden heeft hij gekiept. Ik heb 37 wedstrijden gespeeld. Eindelijk speel ik wat meer. Koen 17 maar. Wederom de wedstrijden die ik heb gesimuleerd. Maar hij is wel plus 4. Dat is het enige wat gunstig is. Deze Kelvin de Leeuw ook plus 4. Dan hebben we Peters. 26 wedstrijden. Dat is meer dan ik had verwacht. Hij was heel tevreden op een gegeven moment. Maar plus 3. Matty 11 wedstrijden maar. Wel plus 3. 36 voor Thijs de Vries. Maar dat willen we uiteindelijk niet. Sommer plus 6. Misschien moet ik hem gewoon verkopen op een gegeven moment. Dat Matty dan wel meer speeltijd heeft. Kijk, hierdoor zijn we gepromoveerd. Ik had deze Nigel Thomas gekocht. Hij is plus 4. Maar hij scoort gewoon. Het is niet alleen maar Rob die scoort. Die 19 doelpunten heeft. Een stuk beter dan vorig jaar. Maar ook Thomas die scoort. Thomas. Nigel. Met een goed gevoel ga ik de volgende Bundesliga in. De tweede Bundesliga die we ook nog in deze video voor het eerst gaan proberen. Kijk, speler van de competitie. Wie is dat? Nigel Thomas? Ja! Oh, van de playoffs. Een nieuw seizoen. We beginnen dus met het transferverzoek van Matty. Dat is niet best. Koen is heel boos. Misschien op het moment dat wij Matty en Koen nu veel laten spelen, dat dan zij wat meer tevreden worden. Want dat zijn ze nu niet. Matty heeft zijn transferverzoek niet ingediend. En hij heeft een afkoopclausule van 9,6 miljoen. Ik denk niet dat hij daarbij in de buurt zit. Hij zit bij 3,1. Dat is echt slecht, man. Koen heeft 2,5. Dat is al helemaal niet goed. Dat vergelijkt met mij, 4,9. En met Milo, die heeft nog meer, 5,5. En Rob, die heeft 10 miljoen. Als spits is het wel echt makkelijker om veel geld waard te zijn. En Thomas blijkt gewoon echt een bargain te zijn. En Sommer die is 32,5 miljoen. Ik ga hem verkopen, denk ik, boys. Aan de andere kant, anders degraderen we hem hier heel snel. Ik ga kijken naar transfervrije Nederlanders. Misschien zijn er wat talentvolle regens. Niet echt. Nee, daar schieten we niks mee op. Hebben we meer budget gekregen van onze club nu we gepromoveerd zijn? Ja, 7 miljoen. Kan ik daar iets mee? Dat denk ik niet. Willinci Hartman. Die heeft een afkoopclausule van bijna zijn waarde. Dus het is sowieso dom om dat niet te doen. En we hadden nog niet echt een linksachter. Laat staan een Nederlandse linksachter. Q, welkom. En het EK is nu bezig, want het is... Kijk op mijn eigen kalender. Dat kan helemaal niet, want we zitten al, wat is het, 2024, 2025? 2024, dat moet wel. We hebben een speler in onze jeugdafdeling, Jan-Pieter Bakker. Hij kan 88 tot 94 worden. Dat zijn echt hele goede voorspellingen. Nu moet hij het nog waar gaan maken. Oké, we hebben een paar wedstrijden. Ik hoop dat de conditie van spelers even wat verbetert. Dat het moreel nog iets omhoog gaat. En dan gaan we een persconferentie doen voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sankt Pauli in de tweede Bundesliga. Maar ik denk niet dat ons team goed genoeg is. Ook heb ik deze Nederlander gescout. Solomon Bona. Hij heeft een aflopend contract. Hij heeft nog maar 12 maanden. Dus ik zou hem voor zijn marktwaarde moeten kunnen krijgen. Yes. Steal. Boom. Hij kan op linksachter. Hij kan op rechtsachter. Hij kan op centerback. Hebben we nodig voor in de diepte. Daar gaan we. De eerste wedstrijd van het seizoen. Met een beetje een ander team dan normaal. Maar Koen en Matt moeten spelen. Ik druk per ongeluk op alleen de aanval simuleren. Dat is heel erg dom. Ah, waarom doe ik dat? Ik wilde gewoon de wedstrijd in één keer simuleren. Nu moet ik dit doen. Ik krijg een penalty. Rob krijgt een penalty.
Boom. Oh. Ah, toch 1-1. Ah, gezeik. Dit was echt zo onnodig, dit hele simuleren. Kelvin de Leeuw. Maken wij weer een centrale verdediger, zodat hij daar kan spelen. Want we hebben te weinig centrale verdedigers. 72, dat is eigenlijk veel beter voor hem. Waarom heb ik me überhaupt ooit veranderd? En Matty heeft een aanbieding gekregen, maar die gaan we niet verkopen. Wordt wel zijn afkoopclausule in de gaten houden. Maar ik denk niet dat hij heel veel gaat groeien dit seizoen. Althans, waarom eigenlijk niet? We hebben best wel wat spelers weggedaan. We hebben niet een hele brede selectie meer. En dat heb ik dus expres gedaan, zodat iedereen die er nu is ook daadwerkelijk gaat spelen. En ik hoop dat Matty dat dus ook gaat doen. Hij is wel in vorm. Plus 6 erbij. En Koen plus 4. En Koen is nu oprecht de beste optie hiervoor, toch? Ja, het enige probleem is nu dat als ik hier naar kijk, we niet echt een vervanging hebben voor Koen of voor die andere gozer. Dat ook nog een Duitser is. Dus heel misschien is het wel interessant om nu eventjes een speler te kopen die ik al in gedachten had. En dat is deze Dirk Prupper van NEC. Ik bedoel, NEC. Je NEC zit hier. NEC zit hier. Ik heb niet genoeg geld voor een andere speler. Ook dat is weer typisch SV Meppen. Oké, ja, ja. Weet je? ik vraag me af hoe het ons afgaat in de tweede Bundesliga. Geen manier om erachter te komen. Boom! Ja, 3 keer gelijk en 1 keer gewonnen. Het is niet slecht. Het kan veel slechter. Dat is niet een hele goede indicator voor wat er allemaal gebeurt. Oké, hier ook gemixt. We verloren van Bayern München de beker. Schandalig. En de resultaten daarvoor waren ook gemengd. We hebben nog steeds een duimpje omhoog. Dus dat is goed. Wat is onze plek op de ranglijst? 5e! Nee joh! Wie had dat verwacht? Hoe gaat het met het team? Goed. Iedereen is een soort van tevreden. Koen is tevreden. Daar ben ik al heel blij mee. 69. Matty 71. Rob van der Graaf. Brabantse deugd niet. 80 fysiek. Hoe dan? 95 stamina. 87 korte paas. Goos. Wat ben je aan het doen allemaal? Ga eens leren lopen. Want je hebt 69 snelheid. Thomas die is 77. Hele goede aankoop gebleken. Leuke speler om te hebben. Want misschien gaat hij wel ook gewoon dan mee in de selectie voor het Nederlands elftal. Ik ben 72, Milos 74, De Leeuw 74, goede optie. Bonna is iets gegroeid. Q, Hartman, die is 68, ook een goede aankoop gebleven. Gebleken. De Vries 75. Ah, daarom is Matty licht ontevreden, want De Vries speelt gewoon. Logisch, want ja, die is een stuk beter. Maar toch, weet je, iedereen is ook ontevreden met een contract. Ik weet niet zo goed waarom, want ze hebben niet hele slechte contracten. En dat is de reden dat we dus geen nieuwe spelers kunnen kopen, omdat daar ons budget aan uit is gegaan. Ik ga onze David Sommer verkopen. Hij is ongelooflijk veel waard, 50 miljoen. Ik denk dat het gewoon te makkelijk is als ik hem bewaar en ooit verkeer verkoop voor 100 miljoen. Dus Sommer, je wordt bedankt. Je pakt speeltijd af van Matty. Je kan in principe makkelijk vervangen worden door De Vries. Zonder dat we echt extreem omlaag gaan met niveau nu nog. Ik denk dat dit een mooi moment is. Dit is echt puur om de carrière van Matty te redden ook trouwens. Moet je kijken, zoveel scoort hij ook weer niet. Nee. Dit moeten we doen nu. Kopenhagen? Hoe komen die aan 54 miljoen? Oké. Misschien hebben ze echt hele talentvolle jonge spelers, hè? Dat kan ook. Ja, nee, dat niet. Ik geef ze korting, want dan hebben wij minder geld. Dat is ook de raarste onderhandeling ooit. Maar anders kunnen we in één keer alles en iedereen kopen. Oké, Sommer. Leuk om hem te volgen nu, denk ik. Sommer is verkocht. Daar gaat ons toptalent. 44 miljoen. Ik denk dat wij er ongeveer 38 miljoen aan overhouden. Het eerste wat we moeten doen is contracten aanpassen, zodat iedereen daar tevreden over is. Vanaf nu wordt het echt een stuk lastiger. Deze Ludovic Reis speelt bij Hamburg. Hij is 13 miljoen waard. Heeft een afkoopclausule van 13,4. Ik kan wel onderhandelen, maar dan willen ze meer. Dat is onlogisch. Maar hey, 77. Ik wist niet dat hij nog zulke hoge potentie had. Die kan dan naast Koen komen te staan. En dan hebben we echt gewoon gelijk weer een hele goede Nederlander erbij. Ik ga meer salaris geven dan dat hij nu heeft. Zodat hij in ieder geval akkoord gaat. Let's go. Goede aankoop. En daar gaan wij de eerste wedstrijd spelen met Reis in de basis. Kom op, boys. 2-1, Reis binnen de doelpunt. Kijk, hey, daar hebben we jou, hè. Jij bent een legend. En volgens mij, alleen de rechtsachter niet. Anders spelen we met een geheel Nederlands team. En Bonna zou rechtsachter kunnen. Waarom doen we dat niet gewoon? Boom, haha. Heel Nederlands team in ons derde seizoen. Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan gewoon richting het einde van de tweede Bundesliga. Misschien promoveren we wel, hè. Wie weet. Zo. Over het omdraaien gesproken. Moet je kijken. We winnen fucking veel. Tegen Nuremberg. Mei 2025 alweer. We winnen. En we hebben een duimpje omlaag. Hoeveelste staan we? Ik denk niet in de derde. Oké, papa. Koen speelt weer eens niet. Die speelt weer eens niet. Matty wel en die is gelijk omhoog. Koen niet. Want nu speelt Kouper daar. Dat is ook nooit goed, hè, met die Koen. Het zou toch wat zijn. Het zou toch wat zijn als wij het helemaal hebben omgedraaid. En ik hoop het van harte niet. Want we hebben echt niet een goed genoeg team voor de Bundesliga. Aan de andere kant kunnen de jongens dan wel even lekker aan het hoogste niveau
proeven. Oké, tegen wie moeten we? Stuttgart. Ja, die winnen van ons. Die hebben echt hele goede spelers. Gelijk en gelijk. Maar wel dat dit was thuis en dat was uit. En uitdoelpunten tellen dubbel. Dus we gaan dan waarschijnlijk hier zien. Ja, hier. Nieuws. Nee. Ja, gozer. Nieuws. Ja. We zijn gewoon binnen de Bundesliga. In één aflevering. Kijk, de vorige aflevering was voor spek en bonen. Maar dit niet hoor. Dit is heel erg goed. Rob 79, De Vries 77, Het Lam 73, Nigel Thomas 79, Papi, Rijs 77, Koen 71, doe beter je best man, Bonna is gegroeid, ik ben gegroeid, De Leeuw is 75, Milo 77, Q Hartman 70, hij is plus 5 Nigel Thomas, Robbie plus 6, kom op, Bundesliga, ik zie jullie daar papies, tot de volgende aflevering, doei doei.